Hospice De Horizon, die gevestigd is op het terrein van het Diaconessenhuis, heeft vanmorgen een open dag gehouden. Een hospice is een plek waar terminale patiënten worden verzorgd die uitbehandeld zijn en een levensverwachting van minder dan 3 maanden hebben en palliatieve zorg nodig hebben. Hieronder zijn ook kankerpatiënten die niet beter worden, ondanks zij de nodige chemotherapie en bestralingen hebben ondergaan. Oncoloog Els Dams van het Diaconessenhuis legt uit dat er weinig aandacht is voor palliatieve zorg tijdens de opleiding tot verpleegkundige of arts. Er zijn heel veel hobbels als je morfine wil voorschrijven. Ik weet niet of een van jullie wel zijn recept heeft moeten inleveren voor een patiënt. Stel, je moet 2 keer per dag 2 tabletjes, dat zijn er 4 per dag. En met heel veel moeite krijg je 15 stuks. Nou, je kunt het snel uitrekenen, dat is voor nog geen 4 dagen. Dan moet je nog geluk hebben dat die apotheker het heeft. Dus dit is heel vervelend. Het zorgt ervoor dat in de praktijk mensen heel vaak zonder morfine zitten. Thuiszorg, niks nieuws. Die vergoeding is minimaal. Soms een uurtje per dag door het ziekenfonds. Maar daar trek je natuurlijk niet mee als jouw familielid bedlegerig is en heel veel zorg nodig heeft. En het hospice, dat hebben we net gehoord, die vergoeding eigenlijk alleen door Assuria. En ik hoop dan maar dat het alleen maar is omdat het onbekend is. Onbekend maakt onbemind. Dus ik denk aan ons allen de taak om bekendheid te geven hoe belangrijk het is dat we ook in Suriname goede palliatieve zorg geven. De open dag is georganiseerd omdat heel veel mensen niet weten dat Suriname ook een hospice heeft en dat de samenleving daar hun geliefden kunnen brengen tijdens de laatste dagen van hun leven.